Ja, beste kijkers, we zijn hier bij de GK Go oplossing. De onbemande winkel. De meest moderne, geavanceerde omgeving voor onbemand winkelen. Graag wil ik even korte toelichting geven. Ik ben al reeds bekend in het systeem, in dit geval even het klantensysteem, en ik heb daar pre-autorisatie toegepast, waar ik een bedrag heb gereserveerd zodat ik makkelijk kan winkelen. Naar binnen, dan wel naar buiten. Nu ben ik Gerard en ik krijg een handshake waar een QR-code naar voren komt. En op het moment dat ik binnen ben, ben ik een token geworden. En die token, die kunnen we straks ook even zien. Wat wil zeggen, dan word ik een nummer. Dus dat betekent, voor GDPR heb ik geen enkele punten meer, want dat wordt compleet voorkomen door deze token. Daarnaast nog even voordat we gaan starten. Alles wat ik in de winkel pand wordt direct zichtbaar op het scherm. En dat zullen we straks ook even zien, zodat ik ook echt weet wat ik pak, wordt ook straks geregistreerd. En op het moment dat ik wegloop, is ook gelijk de betaling geregeld. En dat is wel uniek, zodat alles direct goed geregistreerd is en dat we geen onduidelijkheid hebben. Gaan jullie mee met mij? Gaan we even kijken hoe het werkt. Nou, ik ben nu in de winkel. Ik ben nu een token. Ik ben niet meer Gerard Bruin. Wat wil zeggen, met LiDAR-technologie, sensoren, zien ze mij nu als een token. Alles wat ik doe, wordt geregistreerd. Heel mooi om even te vertellen is dat in deze koeltechnologie zitten weegschaaltjes in verwerkt. Dus als ik een artikel pak, wordt dat ook direct geregistreerd. Door mijn handeling als token weten ze ook gelijk dat ik een cola blikje pak. En ik zie dat gelijk op mijn schermpje als ik ga winkelen. Dus als ik deze even openmaak en ik haal een blikje, dan zien we gelijk op mijn scherm de cola, zoals dat hier naar voren. Binnen een seconde, razendsnel. En dan kan ik ook verder winkelen. Want hier hebben we hele mooie schappen. Ook weer met weegsysteem, in dit geval van Shakel. Want de LiDAR-technologie is van Hitachi. En samen, om dat op die manier te brengen, kunnen we alles op een goede manier registreren. Als ik nu deze nacho cheese neem, dan zien we gelijk de nacho cheese à la minuut op het scherm. En vanuit hier kan ik zo de winkel uitlopen. En met de pre-autorisatie wordt de deur voor mij geopend. Ik zie de totale, wat ik heb aangeschaft, netjes op mijn scherm staan. En zodoende kan ik de transactie afsluiten. En dat is het mooiste, dat ik tijdens het winkel weet wat ik heb aangeschaft. En aan het einde ook weet wat ik heb betaald. En nu ben ik gewoon weer Gerard en ik ga op pad naar de volgende shopping.